Hallo, hallo, lieve mensen van het goede leven. Leuk dat je weer kijkt naar Sunny zoekt geluk. Ik heb vandaag een heel interessant interview voor jullie. Een interview over spiritualiteit en over het vinden van jezelf. En dan echt je diepere zelf. Ik heb een interview met Marieke van Meijeren. En dat doe ik hier in het hartje van Amsterdam op de Bewustzijnsschool. Ik ben Sunny. Ik wil bewuster leven. Met een opgeruimd hoofd. Een gezond lichaam. Verdieping. En altijd een dikke lach op mijn gezicht. Dit is Sunny zoekt geluk. Oh! We hebben gelijk goed neergezet. Maar ja. Het is best superleuk dat we hier nu zijn. Op jouw mooie bewustzijnsschool. Ken je natuurlijk al wat langer. En wat je hier hebt neergezet is echt, ja, ik vind het heel bijzonder. Kun je vertellen om te beginnen wat de bewustzijnsschool is? Wat doe je hier? De bewustzijnsschool is zeg maar de plek midden in de stad Amsterdam waar je aan je hele menselijke zijn kan werken. Dus je mind, dus je mind trainen, je ziel, zielsverdieping, hartwerk en je werkt aan je lichaam. En dat doen we ook aan de hand van yoga en dansen en visualisatie, nieuwe meditaties en dat soort dingen. Ja, te gek. Ik had 5 jaar geleden had ik het idee al voor Sunny zoekt geluk, maar ik voelde heel duidelijk, het is nu niet de tijd. Ik moet het gewoon nu niet doen, want dan schreven mensen me af als te zweverig op een van de Yomanda. En nu voel ik echt, het klopt. Mensen zijn steeds meer open ervoor, zijn steeds bewuster aan het leven. Ervaar je dat ook zo? Ja. Heeft er ook wel heel erg mee te maken dat met waar je zelf mee bezig bent, dat je dat uitstraalt. Zodat je natuurlijk ook de gelijkgestemde mensen tot je aantrekt. Dus een paar jaar geleden toen ik zelf echt bewust koos om nog dieper te gaan, zielsverdieping noem ik dat, kreeg ik ook wel echt te horen van mensen om me heen, ga je niet zweven, blijf je wel herinneren wie je bent, pas je wel op, weet je wel, dat soort dingen. Ga je niet bij een secte? Ga je niet bij een secte, is dit wel oké waar je nu heen gaat, allemaal van dat soort dingen, maar dat is ook wel logisch, omdat ik bijvoorbeeld ook uit een bepaald soort gezin kom of omgeving waar dat natuurlijk niet, waar dat bij mij niet normaal was, zeg maar. En in de manier dat ik mezelf bewogen heb in mijn leven en dat ik zielsverdieping ben gaan, ja, mijn eigen diepte in ben gegaan. En dat je daarvoor kan kiezen dat je steeds dieper kan en steeds dieper kan. Ja, ontmoet je ook weer mensen die daar weer mee bezig zijn. Dus het wordt uiteindelijk gewoon net zo normaal als het vaasje wat hier op de tafel staat. Ja. Ja. Is dat ook het doel voor, zeg maar, voor de lessen die jullie hier geven? Ja, dat het gewoon hetzelfde is als je tanden poetsen. Ja. Ja. Of naar de sportschool gaan. Ja, of naar de sportschool gaan. Dus we trainen wel al jarenlang, zeg maar, ons fysiek gestel en dat ik spierballen krijg en dat ik gezond ben en weet ik het wat. Maar wat is er dan met mijn hoofd? En we hebben dat heel lang op een soort van bepaald soort manier bekeken. Dus als het shit hit the fan. Het gaat heel slecht met je, dan ga je hulp zoeken. Ja. Maar ik geloof erin dat je op een gezonde, fijne, veilige manier al een gezond en open mind kan hebben. En die instelling ook kan hebben om de wereld te betreden. Zodat je misschien niet depressief wordt. Of misschien dat je jezelf zo fijn helder krijgt dat je andere stappen gaat zetten in je leven. Dat je vanuit je gevoel gaat leven. Is het een gave of is het juist iets wat je kan trainen, wat elk mens heeft? Ieder mens heeft het. Iedereen is namelijk hetzelfde. Ja, hè? Ja. Het heeft ermee te maken met in hoeverre je jezelf open bent. En het heeft ermee te maken in de hoeverre staat van bewustzijn je bent. En het heeft ermee te maken met hoeveel, als je het zou bekijken als een ui, met hoeveel lagen er om je heen liggen. Dus ben je nog heel ver verwijderd op, tot je kern, dan is die hoge gevoeligheid of wat voor label je er ook aan wil geven, dan is dat gevoelstuk veel, dan is het echt een begrip. Dan is het een kennisstuk in je hoofd. Ja. Ben je al open en jezelf rustig en fijn aan het manifesteren in je leven, dan kan je dus dat soort dingen ook trainen door middel van creatieve bewustwording of door meditatie of door visualisatie. Dus het is,
ja, een gave zou ik misschien niet echt willen zeggen. Het is gewoon, je bent gewoon zo. Ja. Je bent het alleen even vergeten. Precies. Ja. De een staat er wel dichterbij dan de ander. Ja. Ja. Ja, ik merk het ook. Ik ben daar heel erg mee bezig de laatste tijd. Waar denk jij dat het heen gaat? Wat? Alles. Ja, de zon gaat schijnen. Ja, heel even zo. Ik zie wel, zeg maar, dat dit, zeg maar, waar we nu in leven, dat de nieuwe tijd is. Er zijn heel veel mensen die op dit moment, zeg maar, dieper wakker worden. Of een hoger bewustzijn krijgen of daarin ontwaken, laat ik het zo zeggen. Ja. Want anders is het alweer daar en het is gewoon hier. Mm-hmm. En dat heeft er wel mee te maken dat wij onze systemen waar wij, zeg maar, als mens zijnde ons bestaan op gefund hebben, dat dat aan het ontwrichten is. Dus een economisch systeem, de huizenmarkt, de farmacie, de voeding. Maar ja, dus ook het bewustzijn. Dus de tijd om te veranderen is, zeg maar, zeker wel nu. Dat is ook precies wat ik net bedoelde met dat ik ervaar dat steeds meer mensen soort van alsof we worden geüpgraded. Ja. Naar de next level. Ja. Alsof onze bouwstenen ook anders gaan werken. Ja, onze mind werkt anders. Ons lichaam wordt anders gepulst. En dat heeft ook mee te maken dat, zeg maar, je hebt verschillende bewustzijnsniveaus. Dus jij hebt jouw eigen bewustzijn. Ik heb mijn eigen bewustzijn. We hebben elkaars bewustzijn nu. We hebben een samenlevingscollectief bewustzijn. Maar we hebben ook een werelds bewustzijn. En daarboven hebben we het universele bewustzijn. En het universele bewustzijn is als je je leven eens gaat bevragen en onderzoeken met de vraag van wat ben je in plaats van wie ben ik. Dan heb je een hele andere benadering van mens zijn. Mm-hmm. En daardoor, door zo diep naar het leven te kijken, kan je ook zien dat je dus alles dus één is. Maar in hoeverre denk jij dat wij nu verbonden zijn met dat wereldbewustzijn? Of dat universele bewustzijn? Altijd. Je bent altijd verbonden in elk moment. Je kan alleen met je ego of met je mind jezelf blokkeren met beperkende overtuigingen of gedachtes of met het identificeren van jezelf van een bepaald soort identiteit of pijnlichaam wat je allemaal met zich meedraagt. En als je daarin zit, kan je het idee hebben dat je niet verbonden bent. Mm-hmm. Maar je bent verbonden. Dus het is, daarin ligt, zeg maar, ook de vrijheid van de mens. En daarin ligt ook... Hoe bedoel je dat? Nou, de mens, zeg maar, is bijvoorbeeld altijd met een bepaald soort perspectief de wereld aan het bezien op een dag. En dus ook zichzelf. Want alles is een reflectie, alles is een reflectie, maar alles wordt door mijzelf ingevuld. Dus alles wat hier is, is bijvoorbeeld betekenisloos. Alleen ik zelf maak er een betekenis aan. Dat komt dus doordat ik bijvoorbeeld een brilletje opzet, wat perceptievorming heet. En daardoor ga ik kijken en daardoor zie ik iets. Ja, je ziet geen ruimte met witte stoelen en tafels, maar je ziet een gezellige plek waar jij je thuis voelt, waar jouw werk en waar je vrienden samenkomen. Ja. En sommige mensen kijken hiernaar van, wow, ja. Wat is dit? Ja. Dus er zijn allemaal verschillende invalshoeken van de waarheid of van de werkelijkheid waarnemen. Maar je kan, voor mij is het de meest simpele check-in van, je kan een negatieve blik hebben, perceptievorming. Beperkend, angstig, zenuwachtig, verlegen, introvert, noem alle woorden maar op. Of je kan een open blik hebben. En open betekent zonder een perceptievorming. En dat betekent... Zonder oordeel. Zonder oordeel, zonder veroordeels. En dus alleen maar in, ja, waar ik dan in leef en beleef, is dus alleen maar liefde. Dus dan is de wereld gewoon een hele mooie, wonderlijke bedoeling. Ik weet niet echt hoe ik het moet beschrijven. Maar als ik vanuit liefde ga kijken, dan vind ik iedereen ineens, dan vind ik de duiven die elke dag mijn ramen onderscheiden thuis, vind ik ineens niet meer irritant. Maar dan denk ik, ja jongens, ja, dan zie ik ze bijna als een soort huisdier. Want van je kat ga je ook de kak opruimen, weet je wel. Dan denk je ook, ja, het hoort erbij. Ja. En denk ik ineens niet, scheidbeest, ja, dat is het wel. Maar, maar ik denk, oké, weet je, je woont nou eenmaal op de dam.
Dat is hoe ik het, die verbinding ervaar. Ja. Ja, dat is wel mooi. We kijken allemaal naar een andere, door een andere bril. Hè. We hebben dat niet eens door. Dat gaat heel vaak onbewust. Ja. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je niet de hele tijd door die bepaalde perceptiebril kijkt? Weet je daar een soort tool voor? Of wat kan ons helpen? Het gaat er natuurlijk al om dat je bewust wordt dat je dus niet je gedachtes bent. En dat je dus eigenlijk je bewust wordt dat je er bovenuit gaat stijgen. En dat je dus uiteindelijk je gedachtes gaat zien. En daardoor raken mensen dus hun eigen essentie aan. Dus hun eigen gedachtenpatronen. Maar als je dus je realiseert en je bent je bewust van dat je niet je gedachtes bent, komt er iets anders naar boven wat kan kiezen op het moment zelf. En doordat je je beseft dat je in elk moment opnieuw kan kiezen hoe jij de ander wil ontvangen, of wat jij wil geven op het moment, of wat jij wil ervaren op een moment in samen zijn met iemand of met boodschappen doen, dat je beseft dat je zeg maar een bril op hebt die je af kan doen en dat je dus opnieuw naar de situatie kan kijken. Ja. In plaats van dat wij als een soort van gekke cowboys gewoon maar een soort van de ene plek naar de andere plek schieten en dat we dus heel geëmotioneerd reageren. We reageren dus ook in zo'n moment, wat dus eigenlijk de verbinding verbreekt met de ander. Als je zegt, oké, kies opnieuw. Bijvoorbeeld. Dan kijk je weer opnieuw. Ja, dus ja. Dat je bijvoorbeeld het ook buiten jezelf legt. Wij bedenken allemaal dat wij het allemaal zelf hier moeten uitvogelen. Maar je hebt ook nog zeg maar iets alomvattends aanwezig. Je hogere zelf of je liefde. Of je gidsen. Ja. En dat je dus ook voor jezelf, als je heel erg vast zit, dat je dus het ook buiten jezelf kan leggen. En dat je bijvoorbeeld kan zeggen, ik kies ervoor om dit anders te zien. Ik kies voor de liefde in plaats van de angst. Ja. En de angst is weer die perceptievorming van die belemmerende overtuigingen, je oude trauma's, je oude emoties. Klopt. En, maar ja, we zijn nou eenmaal geneigd om continu vanuit die bagage van vroeger te reageren. En dat is natuurlijk dat hele bewustzijn, volgens mij, waar we het ook over hebben. Van als je daar bewust van wordt, van dat je gedachten hebt, maar ze niet bent. Ja. Dat is waar maar het om gaat. Het ook het zeg maar niet het wegdrukken van bijvoorbeeld emotie of van een gedachte. Dus heel veel mensen nu zijn, ik mag die gedachte niet hebben. Of, ik word nu boos, dat mag niet. Nu komt het niet zo lekker uit, want ik heb nu een meeting. Maar niet nu, niet nu, niet nu. Terwijl we eigenlijk alleen maar dit moment hebben. En wat je eigenlijk doet is tegen jezelf, tegen je belemmerende gedachten zeggen van je bent niet welkom. En daardoor wat je zegt, je bent niet welkom, groeit natuurlijk. Dus het wordt een innerlijke strijd. Maar als je zeg maar gewoon het accepteert en je ziet je gedachten en je hangt erboven, dan kan je opnieuw kiezen en zeg je, hey, ik wil opnieuw. Ik ga er niet in mee, ik kies opnieuw. Ik zie dat je er bent, dus je acknowledge it. En vervolgens ga je in dat ene moment opnieuw kiezen. Dus laat mij dit anders zien. Ik kies voor de liefde in plaats voor de angst. En dan ga je je bril afzetten, waardoor jouw zelfvertrouwen groeit. Ja. Want wij hebben in deze maatschappij zo weinig zelfvertrouwen, omdat wij het vertrouwen buiten onszelf hebben neergelegd. Ja, bij de ander. Ja. Dit is ook precies hoe ik het ervaar, maar om het zo helder verwoord te krijgen, van dat is hoe het zit en daardoor voel je je dus zelfverzekerder. Mensen vragen mij ook wel eens van, hoe kan het dat je zo zelfverzekerd bent? Denk ja, ik weet gewoon wie ik ben, zeg ik dan. Maar ik kan het niet uitleggen, want het is een gevoel. Maar volgens mij is dit de uitleg. Ja. Dat je dan, dat is echt de key tot zelfvertrouwen. Ja. Ja. Tof. Ja. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Heel leuk. Ik weet zeker dat deze video nog een vervolg gaat krijgen een keer. Zeker. Ja. Laat vooral een reactie achter. Wat vond je van deze video? Ik ben heel erg benieuwd. Marieke, dankjewel. Ja, jij ook. Dankjewel. En ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen, want iedereen is gewoon welkom. Zit je met een persoonlijke vraag of heb je behoefte aan meer inzicht in jezelf of goede wensen, noem alles maar op. Wij zijn hier gewoon. We zijn hier om te blijven. Ja.